In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met een ieder van de profeten, evenals met hen die hun boodschap volgen. Welkom bij de waarom-categorie. Het onderwerp dat we in deze video zullen bespreken is de vraag: waarom drinken moslims geen alcohol? In de Nederlandse maatschappij is alcohol iets wat algemeen geaccepteerd is als het gaat om het drinken ervan. En het is voor veel mensen dan ook bijzonder als ze van moslims horen dat het hen niet is toegestaan om alcohol te drinken. In deze video willen we niet alleen ingaan op de vraag: wat is specifiek de reden en wijsheid dat moslims geen alcohol mogen drinken? Maar willen we ook naar alcohol in het algemeen gaan kijken? Wanneer het gaat om het antwoord op de vraag waarom moslims geen alcohol mogen drinken, dan is het antwoord vrij duidelijk. Het is moslims simpelweg door Allah verboden om alcohol te drinken. Dit kunnen we dan ook terugvinden in de Koran, waar het verbod op het drinken van alcohol naar de gelovigen is geopenbaard met het volgende vers. O jullie die geloven, voorwaar! De wijn, het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de Satan behoren. Vermijd deze zaken dus. Hopelijk zullen jullie wel slagen. In dit vers wordt gesproken over wijn. Dit betekent echter niet dat andere alcoholische dranken wel mogen. Integendeel. De wijn hier staat symbool voor alle andere soorten producten die bedwelmend werken. Zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in het boek van Intoxicatie, waar de volgende uitspraak wordt aangehaald. Alles wat bedwelmend werkt in grote hoeveelheden is verboden, zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden. Om het achterliggende idee van dit verbod te begrijpen, moet men het volgende weten. Het leven van de mensheid op de aarde is afhankelijk van 5 noodzakelijke fundamenten. Het gaat hierbij om het geloof, het leven, het verstand, het intellect, het nageslacht en het eigendom. Deze 5 fundamenten zijn per definitie van essentieel belang voor de orde in de samenleving en voor het voortbestaan en het welzijn van individuen. Als 1 van deze fundamenten wordt vernietigd, zal dit leiden tot chaos en ineenstorting. Deze 5 noodzakelijke zaken zijn dan ook de doelstellingen van de islamitische wetgeving, die deze waarmaakt, onderhoudt en beschermt. Laten we eens kijken naar het 3e fundament, het verstand. Het verstand heeft in de islam een belangrijke plaats, omdat het de mens verantwoordelijk maakt. Het verstand behoort tot de meest noodzakelijke aspecten in het leven, want middels het verstand kan er onderscheid gemaakt worden tussen het goede en het slechte. Middels het verstand kan men werken aan de opbouw van de samenleving. Het is dus zeer noodzakelijk dat het verstand gehandhaafd blijft. Wanneer de hersencellen afsterven, dan gaat het verstand van de mens achteruit. Het is daarbij algemeen bekend dat bij dronkenschap duizenden hersencellen afsterven. Vrijwel alle cellen in ons lichaam worden regelmatig vernieuwd. Behalve hersencellen. Die ben je voor eeuwig kwijt. Daarom is de islamitische wetgeving gekomen met het verbod op alcohol en alles wat hieraan gerelateerd is wat dezelfde werking heeft. En dit zonder twijfel in het belang van het beschermen van het verstand. De laatste jaren zijn er veel onderzoeken gedaan naar de slechte, maar ook naar de goede eigenschappen die alcohol zouden kunnen hebben voor de mens. 2 voorbeelden hiervan zijn: een lage alcoholconsumptie vermindert de kans op aderverkalking en hartaandoeningen. Je moet je dan houden aan de norm voor het gebruik van verantwoord alcoholgebruik. Drink je meer dan 1 of 2 glazen alcohol, dan verdwijnt het positieve effect en ontstaat er een negatief effect. Ten tweede, een aantal alcoholhoudende dranken bevat een hoeveelheid aan flavonoïden. In het menselijk lichaam zijn deze bijvoorbeeld essentieel voor de stofwisseling van vitamine C. Daarnaast zijn flavonoïden krachtige antioxidanten. Die hebben dezelfde soort werking als vitaminen. We kunnen dan natuurlijk zeggen: waarom moet het dan verboden worden? Het is toch goed voor ons? De realiteit zit net iets gecompliceerder in elkaar. Op de eerste plaats zou je jezelf af moeten vragen waarom je aderverkalking en of hartaandoeningen hebt. Is dit niet het gevolg van een ongezonde levenswijze die verbeterd zou moeten worden? Het nuttigen van alcohol is uiteraard hiervoor niet de juiste oplossing. Neem in plaats daarvan contact op met je huisarts. Die kan je het beste vertellen wat je hieraan kan doen.
Flavonoïden daarentegen zijn inderdaad erg goed voor de mens, maar zijn te vinden in een grote hoeveelheid aan producten. Denk hierbij aan thee, olijfolie, fruit, groenten, kruiden, noten en zo nog veel meer levensmiddelen. Zou alcohol dan de beste keuze zijn om deze voedingsstoffen binnen te krijgen? Uiteraard niet. Iedereen met gezond verstand zal hier vraagtekens bij zetten. Dit waren twee specifieke voorbeelden van wat bepaalde stoffen die aangetroffen worden in alcoholische dranken voor effect kunnen hebben. Maar wanneer we kijken naar de islam, dan zien we dat deze uitgaat van het grote goed. Dat de islam hetgene voorschrijft wat het beste is voor de gehele maatschappij. Dat de regelgeving binnen de islam toegespitst is op datgene wat mensen al dan niet zullen doen. Met in dit geval alcohol specifiek. Allah heeft in de Koran, in hoofdstuk de Koe, vers 219, ook aan dat wijn voordelen heeft. Het vers gaat als volgt. Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun, in beide is groot nadeel, maar ook enig voordeel voor de mensen. Maar het nadeel is groter dan het voordeel. Natuurlijk, het is in deze maatschappij heel gewoon om alcohol te nuttigen. Maar heeft u wel eens stilgestaan bij de maatschappelijke gevolgen hiervan? De islam gaat dus niet alleen uit van datgene wat aangenaam en goed is voor een persoon op een bepaald moment, maar ook van datgene wat goed is voor de hele maatschappij. En het gebruik van alcohol heeft, zo leert de islam, meer negatieve dan positieve gevolgen. Dus als het de keuze van een persoon is om dit niet te doen op basis van zijn religie, dan moet daar niet vreemd tegen aangekeken worden. Daarnaast zie je ook steeds vaker dat vele mensen die geen moslim zijn ook zelf de keuze maken om geen alcohol te drinken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bob en de reden die daarachter ligt. Hier is niks mis mee, sterker nog, het is een goede keuze zoals we hierna zullen aantonen. Laten we maar eens kijken naar een onderzoek uit 2011 van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Hierin staat onder andere het volgende. Alcohol is verantwoordelijk voor bijna 4% van alle sterfgevallen wereldwijd. Bijna 2,5 miljoen mensen per jaar. Dat is meer dan aids, tuberculose of geweld. Alcohol is doodsoorzaak nummer 1 van mannen tot 15 tot en met 59 jaar. Nog veel meer mensen dan die 2,5 miljoen die drinken zoveel dat ze ziek worden of bij een ongeluk betrokken raken. Overmatig drankgebruik is vooral een probleem in de ontwikkelde landen en in toenemende mate van de jongere generaties. In de leeftijdsgroep 15 tot en met 29 jaar is alcohol in 9% van de sterftegevallen de doodsoorzaak. Dit alleen al zou een zeer goede reden zijn om het gebruik van alcohol achterwege te laten. Maar er is meer. Graag haal ik dan ook een tweede onderzoek erbij. En tezamen met het eerste onderzoek vormt dit voldoende bewijs om de wijsheid te zien achter het verbod op alcohol binnen de islam. Het tweede onderzoek is een rapport van KPMG, een bureau voor economische argumentatie. Een onderzoek dat werd uitgevoerd in 2001. De naam van het onderzoek is Kosten en baten van alcohol, zorg en preventie. Het onderzoek werd verdeeld onder de volgende thema's. Verslavingszorg, gezondheidszorg, werk, misdrijven en overtredingen en overige kosten. Voor een compleet inzicht van het onderzoek verwijs ik u graag naar het onderzoek zelf. De totale kosten per thema wil ik graag nog even benadrukken. De eerste kostenpost die in het eindrapport naar voren wordt gebracht zijn de kosten van hulpverlening aan probleemdrinkers, oftewel verslavingszorg. Totale kosten? 68 miljoen euro per jaar. De tweede kostenpost die naar voren werd gebracht waren de algemene gezondheidskosten, zoals ziekenhuisopname en huisartsenhulp. Die nodig was vanwege het gebruik van alcohol. Totale kosten? 106 miljoen euro per jaar. De derde kostenpost was de kostenpost voor werk. Daarbij kunnen we denken aan verzuim. Iemand is flink doorgezakt in het weekend en kan de volgende dag niet op zijn werk verschijnen. Ziekte als gevolg van alcoholconsumptie, werkloosheid, mensen die door hun alcoholverslaving niet meer aan het werk kunnen en uitkeringen voor deze mensen. Dit zijn kosten die gemaakt worden en die ten nadele zijn van de gehele maatschappij waarin een persoon leeft. Totale kosten 1.556 miljoen euro per jaar. En als vierde en laatste kostenpost in dit eindrapport, de kosten voor misdrijven en overtredingen,
vernielschade, verkeersongevallen en justitiële kosten worden er weer gegeven onder dit kopje. Totale kosten 843 miljoen euro per jaar. Opgeteld komen we hierbij op een totaal van 2,6 miljard euro per jaar als het gaat om alcoholmisbruik. Kosten die door de maatschappij moeten worden gedragen. En dat betekent zo'n 2347 euro per persoon per jaar. En dat 10 jaar geleden al. De kosten zullen nu ongetwijfeld veel hoger liggen. Dit waren slechts de kosten als het gaat om Nederland. 2,6 miljard euro per jaar. Het derde onderzoek van Andersen en Baumberg, getiteld Alcohol in Europa, heeft de economische kosten van drankmisbruik in de 25 lidstaten van de Europese Unie berekend. In het jaar 2003 bedroegen die kosten 125 miljard euro, 66 miljard euro directe kosten, 59 miljard euro aan productieverliezen. Zoals mensen die afwezig zijn van hun werk, werkloosheid, voortijdig overlijden en ga zo maar door. 125 miljard euro over het jaar 2003 als het gaat om de lidstaten van de Europese Unie. En volgens de uitvoerders van het onderzoek bedragen de immateriële kosten als gevolg van drankmisbruik uitgedrukt in geld circa 270 miljard euro. Wanneer we dus kijken naar het verbod op het gebruik van alcohol in de islam, zien we dat er misschien wel zaken kunnen zijn die goed kunnen zijn of plezier mogen geven voor een persoon, maar zien we dat over het algemeen de mens niet in staat is om op een juiste wijze met het gebruik van alcohol om te gaan. De positieve kanten worden overschaduwd door de negatieve. Het tijdelijk geluk wat matig gebruik van alcohol tijdelijk kan geven, slaat daarnaast ook vaak om in persoonlijke immateriële schade. Dan gaat het dus om zaken als ruzies met schadelijke afloop. Dan gaat het om huwelijken die stuk lopen. Dan gaat het om kinderen die mishandeld worden. En ga zo maar door. Drankmisbruik is daarnaast, naast hoge bloeddruk en roken, het derde gezondheidsprobleem van de Europese Unie. Een belangrijke reden en een grote wijsheid waarom een verbod geldt op het drinken van alcohol voor moslims. Dit geeft niet alleen aan dat de islam iets afkeurt, wat over het algemeen genomen niet goed is voor een persoon zelf en niet goed is voor de maatschappij, maar ook dat het niet de vraag zou moeten zijn van een persoon aan een moslim gericht: waarom drink jij geen alcohol? Maar zal het de vraag moeten zijn van een moslim gericht aan een persoon die wel alcohol gebruikt: waarom drink jij wel alcohol? Want het is ten nadele van jezelf en ten nadele van de maatschappij waarin je leeft. En zo zien we slechts één van de vele wijsheden binnen de islamitische regelgeving. Misschien zet dit je aan tot nadenken wanneer je hoort dat iemand jouw aanbod om wat te drinken afslaat. En denk je even terug aan de cijfers die we zojuist hebben genoemd in de onderzoeken. En besef je dat je niet de vraag moet stellen: waarom drink jij dan niet? Maar zul je beseffen dat het ook voor jou verstandig is om het glaasje te laten staan. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer.